mensen die je graag ontmoet. En ook vol herinneringen, maar zo hard soms het maar kan zijn. Het is je stad, je eigen, het voelt vertrouwd, het is hartstikke rijk. Florentia, de Torenstraat, passeert ook de revue. Maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook voor nu. Ja, verhalen van de oudbouw tot de nieuwbouw op het spuit. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo haaks als haaks nog zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering de volgende onderwerpen. We bezochten de Kappersacademie. Maar eerst de vraag, wat wilde u later worden? Ik ben Jordi Meijster voor Haagse Dingen en ik sta hier midden in de Schilderswijk bij Van de Venne Park. Wat we gaan doen, we gaan naar een tentoonstelling van Art & School. Want 99 kinderen uit de Schilderswijk, die hebben een kunstproject gemaakt. Het project heet Later als ik groot ben. Het zegt het eigenlijk al, wat willen deze kids worden als ze later groot zijn? We gaan kijken bij de tentoonstelling en we gaan jullie laten zien hoe hun kunstproject eruit gaat zien. Ik sta hier met Alfred bij de bus en is het een beetje chaotisch of gaat het hartstikke goed om te organiseren dat iedereen zo in de bus gaat? Het gaat eigenlijk vanzelfsprekend. Het is juist heel erg leuk. Iedereen wil gewoon heel erg graag mee. Niemand is aan het dringen en het gaat goed. Iedereen wil heel graag mee. Kinderwagens kunnen mee. Die gaan ook mee. Moeders gaan mee. Moeders gaan ook mee. Vaders. En vaders, juffen gaan ook mee. Oma's en opa's. Oma's en opa's. Zijn er nog meer familieleden of vrienden die we kunnen verwachten? Ik denk het wel, want we gaan natuurlijk zo meteen naar Gemak toe. En wij verwachten natuurlijk dat daar ook familie en divers zijn en kinderen die daar ons op staan te wachten. En wat kunnen we daar zo verwachten als we uit de bus komen? Nou, wat we daar gaan verwachten is natuurlijk een heerlijke ontvangst. Maar we gaan natuurlijk straks naar een droomwereld, een bijzondere wereld. En dat zijn 99 schilderijen. En dat is de toekomst van de kinderen. We zijn bijna aangekomen bij Gemak, de Vrije Academie. Zoals je ziet is het streekvervoer hier in Den Haag helemaal ontregeld. Want er zijn net 99 kinderen geland hier zo bij de Vrije Academie. Volg ons gewoon nog even. We gaan even kijken naar die kunstwerken. Zijn we eindelijk hoor. Het heeft even geduurd. We hebben net wel 300 meter moeten lopen, maar blaren zitten op mijn voeten. We zijn er in ieder geval. De kids zijn echt dol enthousiast. Ze weten wat we hier gaan doen. Een vette tentoonstelling. Kijk, mooie buttons. Laat ik er ook even eentje scoren. Wacht even. Hallo Laura, Laura, heb je misschien ook een button voor mij? Heb je meegedaan met een... Heb je ook een schilderij geschilderd? Ja, ik wil later advocaat worden namelijk. Ja, dan heb je echt een button verdiend. Ja, nou dankjewel. Een art school button. Hebben we er ook nog een voor de cameraman? Wil de cameraman er ook een? Hier. Pap.
alsjeblieft. Wil je er eentje? Ja, hij wil er eentje. Kijk eens, cameraman. Kijk, mooi. Waar prikken we hem? Nou, prik hem maar ergens. Hey, heb je er een beetje zin in? Ja, ik ben zelfs een beetje zenuwachtig. Ze is een beetje zenuwachtig. Ja. Nou, ja. Waarom ben je zo zenuwachtig dan? En of alle kinderen, alsjeblieft, of alle kinderen het ook zo mooi vinden zoals ik dat zo mooi vind. Wat vind je de allermooiste kunstwerk vandaag? En niet zeggen, nou, ik vind ze allemaal wel mooi. Nou, er is de eentje die ik erg mooi vind, dat is een koorddanseres. Een koorddanseres? Ja, en die is heel lief. Fragiel meisje, waar ook echt zo'n lijntje is. En dat is het koortje. En daar loopt ze dan zo over als een soort ballerina. En die is heel mooi. Ja. We gaan hem straks even opzoeken, ja? Ja. Laura, heel veel succes met de buttons uitdelen. En bedankt, hè? We hebben er ook één. Ja, ik sta hier met, hoe heet je? Ruwaida. En jij bent? Rabia. En jullie hebben een kunstwerk gemaakt. Dat is dit kunstwerk, hè? Ja. Want wat wil jij laten worden als je groot bent? Dierenarts. Kijk eens even goed, cameraman, naar een dierenarts. En kan je een beetje uitleggen wat je nou precies hebt getekend? Ja, ik heb een hoed getekend van wat erbij hoort. En een beetje de kleding wat erbij hoort. En ja, dat was het. Je bent een echte kunstenares nu, hè? Ja. Waar let je op als je kunst maakt? De kleuren misschien? Ja, de kleuren. Dus je hebt goed gekeken naar welke kleuren jij wil? Ja. Is paars dan ook jouw lievelingskleur? Ja. Paars is jouw lievelingskleur. Heb jij ook een lievelingskleur? Ja. Vertel eens, Rabia. Turquoise. Wat zou ik, als ik jullie was en mijn werk hing hier zo mooi, wat zou ik trots zijn gezet? Want wat is het mooi als je zo'n prachtig schilderij hebt gemaakt en het wordt zo heel mooi tentoongesteld. Ik vind het ontzettend eer dat ik dit mag openen. En ik wil beginnen met een groot compliment naar Emre, jij wil later, als je groot bent, wat wil jij worden? Advocaat. Advocaat. En waarom wil je advocaat worden? Het lijkt me leuk om rijk te worden. Oh, dus als je advocaat bent, dan word je rijk? Ja. Oké, okay, en laat eens even zien jouw kunstwerk. Ja. Hoe ben je begonnen? Ik begon met de hoofd. Met de hoofd, ja. Vervolgens had ik de lichaam gedaan en daarna zijn hoed. En hoe lang ben je dan bezig met zo'n mooi werkstuk? Ik deed een half uur over. Een half uurtje? Nou, ik vind dat best knap hoor, voor een half uurtje werk. Hey, en later als ik groot ben, hij is iets groter dan jou ook, hè? Denk je dat je ook zo groot gaat worden later? Ja, ik heb gehoord van mijn dokter dat ik later lang ga worden. We staan hier met de wethouder van onderwijs, Ingrid. Wat vindt u van de kunstwerken? Ja, ik vind het fantastisch mooi als je realiseert dat hier ook kinderen van groep 2, de prijswinnaar is van groep 2, dat is echt, dan ben je 5 jaar... zulke prachtige schilderijen maken waar ook zo heel mooi hun dromen in te zien zijn. Want je ziet op alle schilderijen heel goed van, ja, waar dromen deze kinderen nou van over hun toekomst? Wat willen ze later worden? Dus ik vind het er fantastisch uitzien. Ik ben erg blij dat jullie hier zijn met vaders, moeders, zussen, broers, oma's, juffen en meesters op een zaterdag. Fantastisch. Alle belangstellenden. En ik ben heel erg blij met kunstenaars, met alle hulp die we hebben gehad. Maar het is juist een gemak dat we hier mogen hangen met alle werken. Alle hulp van de gemeente en sponsors en Mol en Willem en het fotoboek. En nou ja, het is ongelooflijk. Alle kunstenaars van Art School, kunnen jullie de handen even opsteken? Ja! Ik sta hier met Redouan. Redouan, hoe oud ben je, jongen? Ik ben 10. Ja, hij is 10 jaar. En wat heb jij gemaakt? Laat eens even zien. Ja, ik heb iets gemaakt wat ik zelf gewoon had verzonnen, omdat ik eigenlijk niks te bedenken had. En dus heb ik gewoon wat dingen gepakt en bij elkaar geplakt. Oh, dus je weet eigenlijk nog niet wat je wil worden later? Nee. Oké, okay, dus je hebt allemaal dingen. Laat even zien. Wat voor dingen heb je allemaal neergezet? Drakenvleugels. Waarom drakenvleugels? Drakenvleugels zijn cool.
Drakenvleugels zijn cool, man. Oké. En wat heb je nog meer? En nog vuur. Vuur, want dat hoort bij een draak, toch? Ja. Oké. Ja, en verder is wel heel erg normaal. En waarom zit dat haar dan zo? Dat is wel heel mooi zo, vind ik. Oh, je vindt dus dat die haren, als je dat zo doet, dan is dat mooi? Ja. Maar dan kan die toch niet goed zien, of wel? Jawel. Met één oog kan je ook heel goed zien. Vindt u het belangrijk dat kinderen al bezig zijn op zo'n jonge leeftijd om na te denken over hun toekomst? Ja, dat is belangrijk, omdat we weten dat een goede studie- en beroepskeuze ontzettend belangrijk is om te voorkomen dat kinderen uit school vallen. Heel veel van de schooluitvallers die we hebben in de stad zijn gewoon kinderen die de verkeerde keuze hebben gemaakt. Niet goed hebben nagedacht, geen idee hadden wat ze moeten worden. Dus het is ook wel belangrijk dat je daar van jongs af aan over nadenkt. En dit is natuurlijk een fantastisch leuke manier om dat te doen. Het is 2-in-1, want het is ook nog cultuureducatie. Ik denk dat heel veel van deze kinderen later iets heel anders zullen worden dan wat ze hier geschilderd hebben. Dat denk ik ook een klein beetje, ja. He, want superdraak, ja, hoe word je dat? Maar het is wel goed om erover na te denken. En het is sowieso mooi om dromen te hebben. En dat moet je ook houden. En dan ligt er boven. En dan krijg je blauwe ogen. Blauwe ogen, ja, mooi. Blauw haar en blauwe ogen. Oké, nou mooi zeg. En wat staat hier? Mijn naam. Oh, dat is jouw naam. En het zonnetje schijnt heel lekker, hè? Geen regen? Nee. We houden niet zo van regen, hè? Ik sta hier zo te ontploffen van de trots. Ik ben echt zo blij met die prachtige schilderijen die jullie hebben gemaakt. Wij hebben wel als kunstenaars een beetje geholpen, hè, met het Schilderswijkfestival, maar eigenlijk hoeven ze wel alleen maar een beetje zo te kijken wat jullie gingen doen, want wat hebben jullie ontzettend goed toen tijdens het Schilderswijkfestival op het Van der Venne Park geschilderd. Vertel even, hoe heet je? Chiop. En hoe oud ben je? 11. 11 jaar. Wat wil jij worden als je later groot bent? Dokter. Dokter. Nou, laat eens even zien jouw mooie, prachtige stuk. Een dokter. Nou, hoe ziet een dokter eruit? Hij heeft het meeste... Eigenlijk wil ik chirurg worden. Oh, chirurg. Dat is wel iets moeilijker, denk ik, dan een dokter, hè? Ja. Oké, dus hoe ga je dat dan aanpakken als je later groot bent? Veel studeren. Heel veel studeren. En wat voor chirurg wil je dan worden? Want je hebt natuurlijk verschillende chirurgen, hè? Wil je echt mensen helpen? Ja. We hebben Superdraken en Spider-Man gezien, maar er zijn ook kids die advocaat willen worden of misschien bij de politie. Hoe kunnen we hun misschien blijven stimuleren om dat te blijven gaan doen? Nou ja, wat we doen op heel veel scholen is, nou ja, via cultuureducatie, maar ook leesbevordering. Al dat soort instrumenten zijn behulpzaam om na te denken van wat is nou mijn droom om te reflecteren op waar ben ik nou mee bezig. Ja. Maar het is ook, wat we ook proberen te doen is zo vroeg mogelijk voorbeelden van beroepsuitoefenaren in die school te hebben. Dus laat maar een keer een agent langskomen op school, laat maar een keer een advocaat langskomen en vertellen hoe ziet mijn dag eruit. Ik doe het zelf ook vaak op school, dan ga ik gewoon een uurtje voor de klas staan. Vind ik heel moeilijk. Nou, leuk. En uitleg van, ja, wat doet zo'n wethouder nou een hele dag? Ja. En dat levert fantastische gesprekken met kinderen op. Er is geen enkel kind volgens mij die heeft gezegd, ik wil wethouder worden. Vindt u dat jammer? Nee, ik heb het als kind ook nooit bedacht dat ik wethouder zou willen worden. Dat kwam pas later. Maar er zijn wel heel veel kinderen die iets met onderwijs willen doen. Ja, er zijn heel veel kinderen die, ik zag in de schilderij heel veel juffen langskomen. Ja, ja. Het is ook mooi, want dat betekent dat kinderen ook gewoon ontzettende waardering hebben voor hun juf. Dus dat is mooi, dat betekent dat er iets goeds gebeurt op school. Maar ja, ook hele ambitieuze dingen, arts, advocaat. En het is mooi dat kinderen ambitie hebben voor zichzelf. En dat moeten we koesteren en vooral stimuleren. Eigenlijk wou mijn broertje dit, ik liet hem eigenlijk kiezen. Hij zei dat hij politie wou worden. En hij, ik heb dan een politie getekend. En daarna heeft hij hier een poppetje getekend, alsof dat hij dief was. Daarna zeide mijn broertje dat ik dit ben en hij dit. En daarna
had ik hier die ster getekend. Hier zijn een paar knopen. Hier is die riem. Hier was eigenlijk de neus. Hier is die mond. De pet. En klaar. Tot slot, gaan we dit vaker doen? Wat mij betreft wel, ja. Ik wil hier best elk jaar zo'n prachtige tentoonstelling openen. Dan zien we u volgend jaar weer terug. Heel graag. Thumbs up. We staan hier bij prachtige beelden. Kun je daar iets over vertellen, hoe je ze maakt? Ik ben zelf al sinds mijn 16e bezig met klei. Toen kreeg ik mijn eerste kleilessen. En dat is eigenlijk mijn levenslang mijn passie gebleven. Je kunt klei, je kunt er een mal op maken, dus een vorm op maken. En daar kan je dan later een wasmodel maken en daar brons van gieten. En je kunt klei ook bakken, dan heb je keramiek. Dus die twee disciplines, die heb ik eigenlijk. En dit is dus een beeld van brons. Dit is het echte bronskleur. En bronsgieten is een heel ingewikkeld proces. Dat zijn vaak familiebedrijven die dat doen. Mensen die daar al jarenlang, tientallen jaren mee bezig zijn. En komt dit uit de bronsgiet af, dan is het vaak helemaal bruin met allemaal frutseltjes er nog aan. Dus voordat je het zo mooi glad krijgt, moet je het helemaal schuren en polijsten. En hoe lang duurt het om zo'n kunststuk te maken? Nou, ik ben daar toch altijd wel een paar maanden minimaal mee bezig. Niet constant hoor, de hele week. Maar het is gewoon, je bent er 1 of 2 dagen per week mee bezig. Je doet weer wat aan, je haalt weer wat af. Het is fijn als je het even niet ziet en het op een gegeven moment weer dan weer bekijkt na een paar dagen. En denkt van, oh nee, dit moet toch zo. Dus dat is, duurt best wel lang voordat het echt naar mijn zin is. Waar komt het idee van de vormen vandaan? Of wil je ook wel eens andere dingen doen? Het kan heel verschillend zijn. Meestal hangt het samen met een bepaald gevoel wat ik heb. Maar het kan ook iets zijn wat ik in mijn omgeving zie, dat ik daardoor geraakt ben. Het is eigenlijk altijd wel iets wat mijzelf raakt. En dan ga ik schetsen maken. Ik doe dat eigenlijk voortdurend. En ja, op een gegeven moment ga ik een klein modelletje er maken. En dan als ik het in mijn hoofd heb van nou, zo ongeveer moet het worden, dan ga ik het beeld in het echt maken. Dus dan begin je eerst met kneden of in boetseren? Nou kijk, zo'n beeld, als je dit zo van klei gaat maken, ja, dan valt dit natuurlijk eraf. Dus je moet, dat blijft gewoon zo niet staan. Dus je moet daar, we hebben toch een modelletje al van gemaakt. Ja, zo van zo moet het ongeveer worden. En daar komt dan eerst ijzer in. Er komt een soort ijzerframe in, zodat die klei daarop blijft zitten. Dus je moet dan toch wel weten van nou, die en die vorm moet het ongeveer gaan worden. Sabrina Hart bezocht samen met een cameraman de open dag van de Kappers Academie in Den Haag. Vandaag hebben we open dag. Alle vestigingen zijn open dagen de komende weken. Voor de exacte data wil ik u graag verwijzen naar www.kappersacademie.nl. Daar vindt u een overzicht van al onze open dagen. Hoe is het zo begonnen met de Nederlandse Kappersacademie? Nou, dit jaar bestaan wij meer dan 60 jaar. Dus we zijn al 60 jaar oud. Hier in Den Haag zitten we nog geen 60 jaar. Van oorsprong zijn wij een Rotterdamse bedrijf. En wij leiden de kappers op in het land. Niet alleen hier in Den Haag, maar ook in Amsterdam, in Rotterdam en ook in Amersfoort. Dus bij elkaar zijn het aardig wat kappers die wij klaarstomen voor het vak. Jij bent een docent van de... Een gedeelte van mijn klas staat nu op dit moment hier. En wat we nu aan het doen zijn permanente. Daar beginnen ze mee als ze in september starten. Zodat ze natuurlijk goed de tijd oefenen, de examens kunnen halen. Dus daar zijn ze nu op dit moment mee bezig. En dat zijn jongelui, zoals je hier achter mij ziet, tussen de 15 en de 20 jaar, die het volledige vak leren in een mbo niveau 3 opleiding. Maar in de avonduren richten we ons ook op het volwassen publiek. Dat zijn mensen in ieder geval boven de 21 jaar, gemiddelde leeftijd is ongeveer zo'n 30, die in een korte tijd de basis van het vak bij ons leren. En dat is een hele populaire opleiding. Het zijn vaak mensen die overdag gewoon een baan hebben en die in de avonduren graag op een goede wijze het vak willen leren. En daarvoor zijn ze bij ons aan het juiste adres. Maar ze doen ook andere dingen nog, hè? Ja, dat doen ze ook. Dat klopt. Ze doen watergolven, feunen, knippen. En wat ze nu ook aan het doen zijn, is echt op mannequin. Maar dit gebeurt ook in de salon bij klanten. Dus echt om natuurlijk een mooie krul te krijgen. Hoe vind je het om het kappersvak eindelijk uit te oefenen?
Ja, ik doe het nu hier ongeveer 1,5 jaar en ik vind het tot nu toe nog hartstikke leuk. Hoe lang moet je nog? Ongeveer tot augustus. Dan doe ik het eindexamen, dan ben ik klaar. En je werkt ook in een kapperszaak? Nee, nog niet. Ik loop wel stage, maar dat hoop ik dan een beetje uit te trekken naar een baan. Maar... Meneer, hoe bevalt het u hier in de kappersacademie? Ja, prima. Ja, ik kom hier al jaren en word ik wel goed verzorgd. Ja, ja? Ja, ja, zeker. Ik heb het bedrijf 15 jaar geleden overgenomen. Dus 15 jaar geleden ben ik begonnen in het kappersvak, met name in het onderwijs dan. En in 15 jaar tijd zien we niet zo heel veel veranderingen, moet ik zeggen. En wat opvalt is dat de branche wel verandert. Er zijn heel veel ZZP'ers komen op de markt. We hebben veel ketenbedrijven, dus grote bedrijven. Het middensegment valt wel een beetje af. Maar wat mij opvalt is dat de behoefte naar goed onderwijs, naar vakmanschap, blijft en wordt eigenlijk alleen nog maar sterker. Ja, want dit is een erkende opleiding. Dat houdt in? Dat houdt in dat wij erkend zijn door het ministerie van Onderwijs en tevens ook door onze branchevereniging. Dat is de ANCO, de Koninklijke ANCO. Wat vind je leuk aan het kappersvak? Nu vind ik vooral het kleuren en het knippen vind ik nog het leukste. En we gaan straks beginnen met vlechten en opsteken. Dus ik denk dat dat daarna op nummer 1 staat van het leukste. Wordt het altijd goed geknipt? Ja, je gaat nooit slecht weg. Nee. Nee. Het steeds hetzelfde kapsel heeft u? Of, Ja, geen kleuren. Geen kleuren? Nee, ik zit zelf in. Zou u ook wel eens iets anders willen? Nee. Denk. Dit is wat u wil, zo? Maar het hoort wel een beetje bij me, zo. Wat is momenteel het nieuwe kapsel van dit jaar? Nou, zelf heb ik niet zo heel veel verstand van kapsels. Maar het leukste kapsel wat ik tot nu toe heb gezien, vind ik de ontwikkeling die de herenkapsels doen. De herensalons, het barbiersvak, is enorm in opkomst. Persoonlijk vind ik dat heel erg leuk. Twee oud-studenten van ons hebben een barbiersalon opgericht in Amsterdam. Wat het heel erg goed doet, een hele goede zaak. En wat je opvalt is de scheiding naar links met zo'n streepje erin. Nou, vind ik erg leuk om te zien, moet ik zeggen. Wanneer mogen ze op een gegeven moment echt los op echt haar? We starten eerst met het oefenen natuurlijk, goed op de mannequin. En ze nemen zelf modellen mee en dan na een aantal weken dan gaan ze eigenlijk al de salon in, zodat ze alle technieken een keer hebben gedaan en dan kunnen ze die echt gaan uitoefenen. We hebben heel veel talent wat ook succesvol is in salons. Eerlijk te zijn, dat zijn er te veel om zomaar op te noemen. Want als ik de 1 of 2 zou opnoemen, dan zou ik anderen daar tekort in doen. We hebben onze website op www.kappersacademie.nl. Er staat een heel overzicht van verhalen over mensen die veel bereikt hebben in de branche en die passie hebben voor hun vak. Ja, nu ben je hoe lang bezig ermee? 1,5 jaar ongeveer. En dan ben je klaar? En dan ben ik helemaal klaar. Dan aan het werk. Ja. Ja, als symbool heb je meestal zo'n paal, zo'n kapperspaal. Ja, wordt dat nog gebruikt? Is dat, moeten mensen dat hebben of hoe zit dat? Je hoeft dat niet te hebben. Het wordt zeker wel gebruikt. Je ziet het vaak bij de traditionele zaken dat het nog aan de gevel hangt. Persoonlijk vind ik dat heel erg leuk. Wij hebben het niet op alle scholen, maar toevallig hebben wij het hier wel in Den Haag. En dan hangt het hier aan de voordeur. Alleen, ik zag vanochtend wel dat de stroom ervan niet meer op stond. Dus hij draait niet meer, helaas. Maar het is geen verplichting in Nederland. Het is puur een soort van erkenningspunt voor een goede kapsalon, zeg maar. Hoe lang duurt dat, denk je ongeveer? Meestal staan ze wel met 1 week of 8 echt wel in de salon. Dus dat gaat natuurlijk vrij vlot. Vanaf het moment dat ze starten in september dan. Zijn er nog toekomstplannen voor de kappersacademie? Wij blijven aansluiten bij het vak. We blijven goede mensen opleiden voor de branche. Zorgen dat we kwalitatief de beste opleiding zijn en blijven voor in de toekomst. Dat zijn onze plannen en daar gaan we voor zorgen. Wij zijn de AOW'ers van dit mooie Nederland. Daar hebben we ons hele hart en leven aan verpand. Wij zijn de AOW'ers, onze tweede jeugd breekt aan. Dus pak de dag die voor je ligt met beide handen aan. De AOW van Nederland, daar word je door betaald. Ze willen wel graag weten of je nog wel adem haalt. We houden van het leven, ja dat is zonneklaar. Zij is de oude muts en hij de oude joekelaar. Wij zijn de AOW'ers van dit mooie Nederland. Daar hebben we ons hele hart en leven aan verpand. Wij zijn de AOW'ers, onze tweede jeugd breekt aan.
Dus pak de dag die voor je ligt met beide handen aan. We hebben in Nederland het echt wel naar ons zin. We houden van ons landje en van onze koningin. We hebben nog één wens, we vragen echt niet veel. We willen niet graag doodgaan als een multicultureel. Wij zijn de AOW'ers van dit mooie Nederland. Daar hebben we ons hele hart en leven aan verpand. Wij zijn de AOW'ers, onze tweede jeugd breekt aan. Dus pak de dag die voor je ligt met beide handen aan. Dus pak de dag die voor je ligt met beide handen aan. We zijn nu A, we zijn nu O, we zijn nu met de AOW. Dat was het AOW. Nou, dit was het voor deze keer. Heeft u nou suggesties of ideeën voor onderwerpen? Laat het ons weten. Dat kunt u doen door een berichtje achter te laten op onze Facebookpagina. Of een e-mailtje te sturen naar redactie@haagsedingen.nl. Maar een briefkaartje mag natuurlijk ook naar Haagse Dingen, Stortenbekerstraat 360 25 25 Simon Victor in Den Haag. Bedankt voor je aandacht en graag tot volgende week. Actuele zaken, Haagse dingen ook voor nu. Ja, van alles, van de oudbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Het redden mee van Hagenaars, ook van de jongelui en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags nog zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn.